Een lichaam dat zichzelf kan herstellen. Dat klinkt als toekomstmuziek, toch? Bepaald weefsel kan zichzelf goed repareren. Botten bijvoorbeeld. Als je een been breekt, zet je het in het gips en een paar weken later is de breuk geheeld. Reparatie van kraakbeen is een stuk minder efficiënt. Een grote stap vooruit zou zijn als lichaams-eigen stamcellen te mobiliseren zijn om weggesleten kraakbeen aan te vullen. Dat is waar Roberto Narcisi bij het Erasmus MC onderzoek naar doet. Het genereren van kraakbeencellen. Een translationeel onderzoek waarbij hij fundamentele kennis over processen in de cel probeert te vertalen naar praktische toepassing in de geneeskunde. Kraakbeencellen kunnen worden gemaakt vanuit stamcellen. Een stamcel is een cel die de eigenschap heeft in ieder ander celtype te kunnen veranderen. Differentiëren heet dat. Door differentiatie worden stamcellen andere type cellen en genereren zo een bepaald type weefsel. Het probleem is dat volwassen stamcellen in ons lichaam niet identiek zijn. En met de bestaande technologieën kunnen we niet voorspellen welke differentiatievoorkeur een stamcel heeft. Twee stamcellen die er identiek uitzien, kunnen van binnen heel anders in elkaar zitten. Een heel andere boodschap in zich dragen. Het onderzoek van Roberto richt zich op het identificeren van welke boodschap een stamcel moet hebben om zo goed mogelijk te differentiëren in een kraakbeencel. Een van de boodschappen die daarin een rol speelt, heet twist. Hoe meer twist een stamcel produceert, hoe beter die cel het doet als kraakbeencel. Zo kunnen onderzoekers precies de stamcellen uitzoeken die het meest geschikt zijn om kraakbeen te repareren. Daartoe onderzoekt hij welke factoren van invloed zijn op de aanwezigheid van twist en op het differentiatieproces in het algemeen. Zoals stress, ontstekingen, hormoonspiegels en ziektes. In het lab van de afdeling orthopedie hebben Roberto en collega's een model waarmee kunstmatig kraakbeenschade kan worden gesimuleerd. Hiermee wordt onderzocht wat de beste combinatie van stamcellen en stimuli is om het kraakbeen zo goed en snel mogelijk te repareren. Het lukt nu al om in een petrischaaltje kraakbeenweefsel te maken door factoren aan stamcellen toe te voegen waardoor die zichzelf ontwikkelen tot kraakbeencellen. De resultaten uit dit onderzoek hebben mogelijk een brede invloed op weefselproductietechnieken, ook buiten kraakbeen om. We geloven dat deze technologie ook in de toekomst voor elk specifiek weefsel in het lichaam kan werken. En dat die toekomst dichterbij is dan je denkt.